onder aanvoering van scheidsrechter Bas Nijhuis betreden FC Den Bosch en FC Groningen het veld. Kunnen wij een mooie blik werpen op het shirt van FC Groningen. Een speciaal 050 tenue. In combinatie met het festival Eurosonic Noorderslag gemaakt. Het festival dat ieder jaar in januari wordt gehouden in Groningen. Een festival dat ruimte biedt aan jong talent. En dat is ook wat FC Groningen wil doen. Daarom dus in dit shirt. Voor de derde keer dat ze in een speciaal tenue spelen. De vorige twee keer mocht Kraantje Papi, een muzikant uit Groningen, een shirt maken. Verre inworp die verlengd wordt. En dan moet iemand toch die bal richting het doel gaan werken. Dit lijkt me Hens, maar nee, het is aangeschoten via een eigen ploeggenoot. En daar gaat Bas Nijhuis geen strafschop voor geven. Geen pingel. Van Bergen. Nu heeft hij ruimte om de bal op te drijven, om te kijken wat Postema doet. Bakuna. Nu is Groningen echt in de gevarenzone aanbeland. En scheelt het ook niet heel veel. Verdekte poging van Bakuna. Dit is kansrijk nog voor een Belg. Kostorts. Goed meegedaan door Bakuna. Handig balletje van Vicario. Kotzebue. Misschien van ver een keer proberen. Nee, dat doet Maas niet. Laat het aan de Groot. Moet die de bal volgeven. En dat is een gevaarlijke voorzet. Eerste dreiging naar rust komt van Den Bosch. Kostors, knap gecontroleerd. Kotzebue, daar is Vicario. Weer een moment waarop Den Bosch zich aanvallend toont. De Groot slingert hem voor. Klutsituatie en dan wordt hij door Ikeshita op doel gevuurd. En dat is gevaarlijk genoeg. Het is Den Bosch dat na rust van zich afbijt. En nu Postema ineens er vandoor. Een kans voor Groningen en die schuift hem voorlangs. Een opwindende minuut voetbal in de Vliert. Eigenlijk voor het eerst twee echt serieuze kansen. Eerst voor Ikeshita, daarna voor Postema. Lastig genoeg voor Jurjes, want die ziet die ballen laat aankomen. We weten eigenlijk niet waar hij vandaan komt. Alleen Ikeshita raakt hem niet vol. En dan hier per toeval Postema weggestuurd. Zoekt het doel net te ver naar links. Lukien gaat zo wisselen. Verse krachten binnen de lijnen. Duarte en Rui Mendes staan klaar. Eerst is hier Vicario, die wordt vastgehouden. Maar ja, Nijhuis fluit. En bij Nijhuis ligt de lat altijd net iets hoger. De Groot. Daar is Kostors en nu is het raak. Den Bosch op voorsprong. En na 6 wedstrijden zonder treffer valt er eindelijk weer een keertje wat te vieren voor Den Bosch. Kort daarvoor nog de schreeuw om een pingel. Die schreeuw die wel verstond door deze goal. Maar die had hij natuurlijk ook kunnen geven. Prachtige voorzet van De Groot. En Kostorts met zijn 11e van het seizoen. Zo, zo, wat een gelukstreffer zeg. Mendes met Hongaarse hulp van Hegi. Groningen in het zadel geholpen. Maar je moet natuurlijk ook wel druk zetten. Dat is wat Mendes afdwingt. Een flater. En Groningen op 1-1. Al die loopjes die je maakt
zijn vaak voor niets tot deze ene keer. En dat is nu dus het geval. En daar is bijna alweer het antwoord van Den Bosch. Een afdwalende voorzet van Mulders die bijna binnenwaait. Tegentreffen kwam ook net op tijd, want er is nog tijd genoeg. Peersman als linksback goed aangespeeld. Van Bergen gretig voor de goal. Daar staat Postema. Het is 2-1 voor Groningen. En het is dik verdiend, omdat ze na de achterstand het heft in handen hebben genomen. We beginnen met deze prachtige bal van Hoven. Perfect in de loop. Peersman kijkt ook goed. Postema blijft heel slim bij die twee centrale verdedigers weg. En knikt dan zuiver binnen. En zo heeft FC Groningen het toch razendsnel omgedraaid. Schreuders. Slim balletje naar Postema. Postema verre hoek zoeken. Maar daar ligt Hegi in de weg. Kansing Mendes. Het is 3-1 voor Groningen. Dat dus na die tegentreffer wakker is geschud. De aanval zoekt. En binnen mum van tijd drie keer scoort. En deze is echt volledig voor Mendes. Zonder hulp. Danny Verbeek maakt zijn rentree in het shirt van Den Bosch. 2 april 2023 zijn laatste wedstrijd miste Den Bosch. Danny is een Bossenaar. Er wordt gezongen. Mooi moment voor hem. Natuurlijk ook direct de band. Het is een rasvoetballer voor wie men naar de Vliet gaat. En Groningen gaat op jacht naar nog meer. Van Bergen. Bakuna. Duarte. Leeg balletje. En daar is de volgende kans voor Groningen. En nu een prachtige redding van Hegi. Verbeek. Janvi. Laag voor de goal. En dan kan het nog spannend gaan worden als dit wat oplevert. Een gevaarlijke voorzet. Waar Kostorts net niet aankwam. Hier is Mendes. Bakuna. Gewoon maar voor de goal misschien. Duarte die wil het wel proberen. Ook al is het van heel ver. Hij probeert het toch. Aangeraakt. En daar is het. 4-1 Postema. Hij doet zijn oude club pijn met twee treffers. Afgelopen. Eind goed, al goed voor FC Groningen. Dat het een uur lang ontzettend moeilijk heeft met FC Den Bosch. De hekkensluiter zelfs op achterstand komt. Maar die tegentreffer hadden ze nodig om het gaspedaal in te drukken.